Hoi allemaal! Vanavond gaat Niels uit logeren en leek het me wel leuk om een keer te laten zien wat hij dan meeneemt in zijn logeertas. Hij gaat naar opa en oma, maar goed, papa gaat ook mee. Svenny gaat ook mee en ik kom de dag daarna naar Zwolle toe, waar opa en oma wonen. Want we hebben daar verjaardagen. Dus ik heb een avondje voor mezelf, maar ik heb wel de tas ingepakt, dus het leek me leuk om dat een keertje te laten zien. Want er gaat natuurlijk nogal wat mee met een baby op pad. Niels is 9 maanden, maar ja, dit is ongeveer wel gelijk aan wat we eerder ook meenamen. Alleen dan het eten en zo wisselt natuurlijk een beetje. Als eerste wat standaard in de luiertas zit. Ik zal eerst de luiertas zo even laten zien. Dat is deze. We hebben een hele grote luiertas. Deze is... hoe heet hij nou ook alweer? Baby Move. En dit is de Essential Bag volgens mij uit mijn hoofd. Hij is in ieder geval van Baby Move en dan M-O-O-V. Het is een hele grote tas. Hij zit nu natuurlijk ook heel vol. Hier zie je het merk ook staan. Hij zit nu natuurlijk heel vol. Normaal zit hij niet zo vol. Maar wat ik altijd mee heb is dit. Ik sla mezelf met het dingetje. Dat is heel fijn. Dat is deze. En dit is gewoon een random toilettasje. Volgens mij heb ik ooit een keer bij een Clarence pakketje gekregen. Maar goed, en die toilettasje is natuurlijk prima. En daar heb ik gewoon de essentials in zitten voor op pad. En dat zijn babydoekjes, luiers, een hydrofiel, billencreme, van die zakjes voor luiers, maar dan met geur. Desinfect en een rompertje. Die denk ik nu trouwens een beetje te klein is geworden. Dus even wat aan doen. Dus dat gaat sowieso mee. Ook als we bijvoorbeeld de luiertas, als we zijn net even ergens geweest lunchen. En dan nemen we eigenlijk alleen maar dit zakje mee. Nou, luikrem erin. Oh, we hebben trouwens deze vind ik heel fijn. Dit is gewoon een klein verpakkingje van Weleda. En dit is de Calendula Nappy Change Cream. Daar heb je echt super weinig van nodig. Maar heel fijn spul. Maar als we dus gaan lunchen of zo, dan neem ik alleen dit even mee in mijn tas. Maar voor logeren is natuurlijk meer nodig. Dus van alles bij me. Als je trouwens mijn standaard inhoud van de luiertas wil zien. Het is wel van een tijdje geleden toen ik echt babytje was. Dat zal ik hieronder wel even linken. Of misschien kan ik hier ook wel zo'n kaart doen. Maar moet ik even kijken hoe dat ook weer ging. Dan ik heb 2 lepeltjes mee. Dit is een vliegtuiglepeltje omdat Sven dat leuk vond. En gewoon een normaal lepeltje. En een bordje voor zijn voeding. Dan een bekertje. Deze tip kreeg ik ooit van een collegaatje van mij. Oh, daar is Mittens. Deze zijn van de HEMA. En die lekken niet. Dus als je die op zijn kop houdt, zo lekt het niet. Dus deze neem ik mee voor zijn water en zo. Als je hem trouwens hoort, hij is een beetje moe. Hij moet gaan slapen. Alleen hij was op de fiets al half in slaap gevallen. En nu moet hij geloof ik even weer zijn draai vinden. Dit neem ik gewoon mee voor makkelijk, want we gaan dus naar verjaardagen zo. Dan kan hij in ieder geval even wat in zijn mond stoppen. Dat zijn, ik heb ook soepstengels en dat wissel ik een beetje af. Ik heb nog andere, nou ja, gewoon droge koekjes zeg maar, of soepstengel als snackje. Dan een boterham en die krijgt hij dan met boter of appelstroop of iets in die richting wat opa en oma dan in huis hebben, maar in ieder geval een basic boterhammetje. Een appeltje, want die kunnen ze dan raspen en aan hem geven als fruithapje. Meestal maken we zelf avondeten, maar voor mij vind ik wel praktisch om gewoon dit soort potjes te doen. En dat doen we vaak als het met vlees is, want hij krijgt nou, zeg maar, maximaal 2 keer in de week ongeveer vlees. Dit is bijvoorbeeld met kip, dus dan krijgt hij dat, want dat doen we vaak niet in de... We maken vaak vegetarische maaltijden voor hier, zeg maar. Dit is een maaltijdhapje met pasta met kip en wortel. Batterij viel uit. Ik weet niet precies waar ik gebleven was. Maar we kunnen weer door. Met de rest van de inhoud. Dan 2 keer. Of dit is melk. Hij krijgt met de lunch nog melk. En voor het slapen gaan. En voor 's ochtends krijgt hij pap. En dat heb ik maar eens een keer in zo'n dingetje gaan. Het ziet er heel mooi uit. Dit is pap en melk, zeg maar. Zo. Dan, even kijken, een fles. Wij hebben altijd een fles van Avent. Komt minstens weer voorbij.
heb ik twee dingetjes bij me die we normaal niet mee hebben. Maar nu denken we dat hij misschien tandjes krijgt. Hij heeft nog geen enkel tandje. Hij is 9 maanden. Dus nou ja, so far hebben we nergens last van gehad. Maar nu hadden we toch gisteravond best wel het idee. Omdat hij heel erg op zijn vingers zat te knagen. En hij was zeurderig. En uiteindelijk hebben we Dentinox op zijn, nou ja, de plek waar zijn tanden dan zouden kunnen komen gesmeerd. En hem een kinderzetpil gegeven, paracetamol. En toen sliep hij. Dus ja, hij had toch blijkbaar ergens last van. Dus voor de zekerheid nemen we dat even mee. Dan een nachtlampje. Zeker op een vreemde, in een vreemde omgeving is dat wel fijn. En dan heb ik er 2 stapeltjes in zitten. Voor slapen en voor zeg maar de rest. Even kijken. Dus dit is het stapeltje slapen. Hier hangt een speen aan met een speenketting. De spenen hebben wij de dental, hoe heet het, de dental variant van Bibi. Heet dat volgens mij? Ja, Bibi. En deze zijn glow in the dark, wat heel makkelijk is. Zeker als je nachtblind bent zoals ik. En dan een speenketting, dat is handig om hem in de auto aan de autostoel te kunnen hangen. Anders dan ben je de hele tijd die speen kwijt. Dat is niet heel praktisch. Zo'n knuffeltje. Dit is een knuffeltje van Happy Horse. En dit is de ijsbeer. En dit is zo'n doekje slash knuffeltje. Gek op. Ruikt ook helemaal naar Niels en naar Bacille. Dan, hij is altijd verkouden. Dan een slabbetje. Een rompetje voor het slapen gaan. En een slaapzakje voor het slapen gaan. En dan voor de volgende ochtend en ook voor het afspoelen 's avonds. Ik heb er maar eentje in gedaan, maar dat komt wel goed, denk ik. Een hydrofiel washandje. Dus dat is het ene stapeltje. En nog 2 hydrofiele luiers. Gewoon doeken dus eigenlijk. En dan aan de andere kant heb ik nog, dit is voor het eten. Deze zijn van IKEA. Dit zijn een soort schortjes. Nou, dan kan het eten geen kant op. Je hoeft hem niet op. Sven komt in actie. Niels is denk ik een beetje omgekukeld in zijn bed. Oh. Hij gaat dan proberen te staan en dan weet hij niet hoe hij moet zitten. Maar hij moet gewoon slapen. Gaat het goed? Dan 2 rompertjes. Want wat ook hoort bij tandjes, alhoewel er geen wetenschappelijk bewijs voor is, is spuitluiers. En die heeft Niels sinds 2 dagen. Wat inhoudt als ineens de luier ontploft is en het overal zit. Dat is wel heel fijn. 2 t-shirtjes, want je weet maar nooit. Voor de zekerheid, we hebben verjaardagen. Dus wel leuk als hij wat mee heeft. Oh, een vestje, maar ik denk dat dat een spijkerjekje wordt. En 2 broekjes. De billendoekjes even wat extra, want degene die in het tasje zitten zijn bijna op. Dus ik heb een nieuw pakketje. Eigenlijk nemen we geen speeltjes mee, want hij vermaakt zich eigenlijk overal wel mee. Maar ik heb wel voor de zekerheid een bijtringetje bij me. Uiteraard nog een slag luiers, maar dat weten jullie wel hoe dat eruit ziet. Een spuugdoekje. En zonnebrand, want op het moment dat ik dit film is het in ieder geval nog 24 graden. Dat is totaal onverwachts. Het is nu eind september, dus ik snap er niks van, maar I love it. En dat is het. Dat is alles wat ik mee heb voor Niels als hij uit logeren gaat. Ja, best wel veel dus. Maar ja, dat is gewoon wel handig. Zeker als mensen ja, zelf geen kinderen hebben, dan kan je maar beter alles bij je hebben. En nou ja, opa en oma hebben wel een stoeltje waar hij in kan zitten en een bedje. Anders had hij natuurlijk ook nog een bedje mee in beddengoed. Maar dat is nu niet nodig, dus dat scheelt. Maar dat neem ik anders nog mee. En ja, we nemen de kinderwagen mee. Dat is het eigenlijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. Heb jij nog ultieme tips voor als je kindje uit logeren gaat om mee te nemen? Laat ze vooral even hieronder weten in de comments. En dan zie ik jullie snel. Doeg! Doe een beetje van het potlood. Dan blend ik het met een blendingkwast. En dan ben je klaar. En dat vind ik super makkelijk, praktisch en snel. En deze vind ik allebei heel fijn.